Bakkerij van Eigen Deeg, onderdeel van Bakkerij Hilvers, geeft een aanmoedigingsprijs voor SISA-bakkers. Onze verslaggever Pieter Pluigers was ter plaatse. Ik spreek met de eigenaar van Bakkerij Hilvers in de Bakkerstraat. Hoe is het om de aanmoedigingsprijs te krijgen? Ja, dat is geweldig leuk. Wij krijgen morgen dan de prijs pas officieel voor de ontdekking van het mergpijpje. Een mergpijpje wat mijn opa al 60, 70 jaar geleden heeft ontwikkeld. En wat medewerkers, de pupillen van SISA, nu hebben herontdekt en hebben nagemaakt. Op eenzelfde manier als dat mijn opa dat deed aan de hand van zijn oude receptuur. Dus we zijn er vreselijk blij mee en ook super trots op onze medewerkers dat ze dit voor elkaar hebben kunnen krijgen. Zeg maar 3 maanden na de start van deze locatie met onze nieuwe bakkerij. Ik spreek met leerling Mitchell. Hoe vind je het om deze mergpijpjes hier te maken? Ja, geweldig. We maken ja, van alles hier. Mergpijpjes, koekjes, plaatkeken, appetijtjes voor mensen hier die kunnen kopen. Samen met Mart, ja, doen we hartstikke leuke dingen hier. Dus ja. En Mart, hoe gaat het hier in zijn werk? Ja, goed. SISA helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Waar we nu zijn is een goed voorbeeld daarvan. Wat doet SISA hier? Ja, SISA zorgt dat mensen op een leerwerkplek eigenlijk dichter bij de arbeidsmarkt kunnen komen. Dus ze kunnen in ontwikkeling komen en te zorgen dat zij zelf ook een onderdeel zijn van de samenleving en meedoen en meewerken. Dat is ontzettend belangrijk. Hier samen met Hilvers is natuurlijk, echter wordt het bijna niet. Hier kunnen ze ook oefenen en het doen in het zicht van de klant. Ze weten nu meer hoe het is om te werken. Buiten de instelling, maar echt in het werkveld. En ja, hoe mooi kan het dan hier recht in het zicht van de klant? Dit is ook eigenlijk dicht bij de droom die mijn mensen hadden. Om mee te doen, om echt een bakker te zijn, gezien te worden. Van kijk mij, dit doen en ik kan het echt. En ja, hier maken ze dus ook echt. Ze maken voor de winkels van Hilvers producten. Deze producten die onder andere het mergpijpje, wat eigenlijk weer in ere is hersteld. Een oud product wat niet meer gemaakt kon worden vanwege arbeidsloon. En nu hier door mijn mensen geoefend wordt. En die kunnen dit weer technieken leren die ze zelf graag ook willen leren. En vervolgens ontstaat er een product die ook echt afgenomen wordt. De mergpijp bijvoorbeeld of de zoute koekjes, dat soort dingen.